Nog ver voor de stemming in de VN over een onafhankelijk Palestina greep onze minister van Buitenlandse Zaken al naar de telefoon om de Palestijnen op andere gedachten te brengen. Waarom, vroegen wij ons af, moest hij ze dat uit het hoofd praten? Waarom loopt Nederland altijd aan de leiband van Israël? The Dutch government is strongly in favor of intensifying its relations with Israel. Vanavond in Tegenlicht, met als gids historicus en columnist Thomas van der Dunk, in de ban van Israël. Thomas van der Dunk is nog niet binnen, of uit Genève komt het bericht dat Nederland, in de vergadering van de VN-Mensenrechtencommissie, een gezamenlijk Europees standpunt ten aanzien van Israël heeft geblokkeerd. In a quickly arranged emergency meeting, the Dutchman whipped out his iPhone, reading off a number of required revisions, without which he said his country would unfortunately be unable to approve the document. Twee dingen konden niet geaccepteerd worden. Eén is de numerous references to a two-state solution. Dus het mocht niet aan gerefereerd worden, terwijl dat is staand beleid. Dat gemeenschappelijk Europese standpunt wat dus Nederland nu verlaat. Ja. Dat is kras. Dat is toch bijzonder? Sinds gisteren. Het geeft aan hoezeer Rosenthal. Ik heb ook begrepen dat het de keuze was als minister van Buitenlandse Zaken van Wilders. Dat geeft aan dat hoezeer het natuurlijk volledig aan de lijn loopt van de PVV. Dat komt natuurlijk uit die koker. Dat is natuurlijk volstrekt evident. Ja. Omdat de regering zelf altijd braaf heeft gezegd, door PVV, ook VVD en CDA altijd braaf hebben gezegd, we zijn voor twee staten oplossing, door onderhandelingen, et cetera. Voordat u zich echt gaat opwinden, wilde ik u toch even waarschuwen. Wij hebben een paar jaar geleden een uitzending gemaakt over de Israël-lobby in Amerika. Daar wil ik u een klein stukje, zeg maar, als overpeinzing voor uzelf, over uw toekomst. John Mearsheimer had een artikel geschreven over de Israël-lobby, wat niet in dank is afgenomen, maar dat is heel zacht uitgedrukt. Daar wil ik u een klein stukje laten zien. I believe that the Harvard version has been downloaded over 350,000 times. It's not fun to be called an anti-Semite. It's not fun to be told that your scholarship is shoddy. And it's not fun to be pounded day after day and to see very few people standing up in your defense. But again, we knew that was coming. We knew that was the price of writing the article. Wat Mearsheimer overkomt, waar hij op wijst, en Nederland is natuurlijk geen Amerika, maar hij zegt antisemiet genoemd worden. Dat wou ik even zeggen. Want... Dat word ik al lang. Ja, door meneer Hero Brinkman. Ja. Neem mij niet kwalijk. Sinds wanneer is deze alfabet criterium voor weldenkende mensen om iets te vinden of niet te vinden? Ik bedoel, die man klets ook alleen maar meneer Wilders na in dat opzicht. Daar ben ik natuurlijk nog niet van de indruk. Nee. Op geen enkele manier. Dat bepaalt toch niet mijn opvattingen. Nee, maar het is meer zo dat als je een stempel krijgt... Dat stempel krijg ik van degene van wie je altijd dat stempel krijgt... zodra je naar het ene kritiek... Ik geloof, zijn het bij mij nog niet zo ver gegaan om te zeggen... van ja, het gaat om zo Joodse zelfhaat en dat soort dingen. Ik weet niet wat precies de achtergrond van meneer Mearsheimer is in dat opzicht. Ja, dat zal. Ja. Die krijgt natuurlijk dan voel ik zo'n verwijt. Ja. Dat is... dan kom je terecht in zo van ja... inderdaad... Nou ja, alsof je aan zelfhaat zou lijden of dat soort zaken. Nee, kijk, die verwijten, daar ben ik al lang volstrekt immuun voor. Oké, nou ja, dan gaan we aan de slag. Ja, zo is. Dan weten we dat zeker, dat is genoteerd. We willen beginnen met de aanleiding eigenlijk voor de achtergrond in de wereldpolitiek. En dat is dit. Abbas spreekt de Verenigde Naties toe. Zullen we even kijken? Ja. Innani u'akidu huna bismi munazzamat al-tahrir al-Falastiniya. الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي سبق كذلك حتى إنهاء الصراع من جوانبه كافة وحل جميع قضايا المرحلة النهائية على ما يأتي أنني وقبل إلقاء هذه الكلمة تقدمت بصفة رئيسا لدولة فلسطين ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمه التحرير الفلسطينيه Dat is niet gangbaar als iemand komt. Dat is niet gangbaar om te klappen, gewoon beleefdheidsklappen.
لمنظمة التحرير الفلسطينية. إلى سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بطلب انضمام فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمته القدس الشريف دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة. Onze minister van Buitenlandse Zaken. We fully support the ambition of the Palestinian people to build a viable, democratic and peaceful Palestinian state. But this cannot be viewed separately from the Israeli people's desire to live in a secure, internationally recognized Jewish state in peace with their neighbors. Stel, u mag stemmen. Dus als land had ik moeten stemmen. Ja. Dan zou ik voorgestemd hebben. Voorgestemd? Ja. U realiseert zich dat uw stemverklaring haaks staat op ons buitenlands beleid. Ja. Als het Nederlands buitenlands beleid het criterium zou moeten zijn voor verstand. Kijk, Nederland heeft al vaker. Is natuurlijk volledig geen enkel begrip van de buitenwereld. Daar heeft een traditie hoog te houden. Dat hebben we gezien bij de Belgische onafhankelijkheidsverklaring in 1830. Dat hebben we gezien bij de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring van 1945. Het duurt 50 jaar, dat gold bij de Belgen, dat gold bij de Javanen, voor Nederland zich realiseert en kan erkennen dat het aan de foute zijde van de geschiedenis belandt. Het probleem is, waar je het over kan hebben, is van waarom is Den Haag zo blind? Ja, daar gaan we het over hebben, een uitzending lang. We zitten nu namelijk met een bijzondere regering in tal van opzichten. Ja. Deze regering die noemt in het regeerakkoord. Ja. In de paragraaf buitenlands beleid, één land. Dat is bijzonder, daar gaat dit over. Naar mijn opvatting is het, heeft dit geen precedent. Naar mijn ervaring is het ook. Het is ook een opmerkelijk gegeven dat er één land wordt geïdentificeerd als zijnde. Een land waarmee Nederland specifiek. Bilateraal met voorbijgaan aan het noemen van andere landen de betrekkingen mee moeten worden verstevigd. Dat is iets nieuws, voor zover ik weet. Een beetje een zonderling soort zinnetje, inderdaad. En er is maar één verklaring voor, en dat is de Partij voor de Vrijheid. Dat is de Wilders-klanten, die buitengewoon op Israël gesteld zijn, om het zo maar te zeggen. En die hebben dat in de onderhandelingen waar ze bij zaten, bij de formatie van het kabinet, hebben ze dat erin geflanst. En we hebben ook een minister van Buitenlandse Zaken die heeft laten weten dat hij daar heel blij mee was. En zo komen de dingen een beetje bij elkaar. And the problem is also our Western leaders' refusal to understand that Israel is the West canary in the coal mine. If the Jews are denied the right to live in freedom and peace, soon will we all be denied this right. If the light of Israel is extinguished, we will all face darkness. If Israel falls, the West falls. That is why, as a matter of fact, we all are Israel. But as long as the West refuses to understand how the Palestinians are used as a weapon against Israel, it will not be able to see who is truly to blame. It will not be able to see that it's not Israel's duty to provide a Palestinian state, for the simple reason that there already is a Palestinian state, and the name of the state is Jordan. Waar hij nu hier voor pleit is in feite een strijd met internationaal recht. Eigenlijk een crimineel voorstel. En als de Nederlandse regering enig fatsoen zou bezitten, wat ze niet bezit, zoals ze allemaal weten, dan zou ze hier natuurlijk op moeten reageren en duidelijk afstand van moeten nemen. Het omgekeerde gebeurt, zou je kunnen zeggen. Dit is het gedachtegoed. Ja, dit is het gedachtegoed. En dat verklaart natuurlijk, ongetwijfeld voor een deel, waarom die Israël-paragraaf, die vooral zot is,
Daar zal alleen al om de reden van internationale geloofwaardigheid van Den Haag, dat tenslotte pretendeert de zetel te zijn van het internationaal recht. Ja. Zal daar afstand voor moeten nemen, wil zich niet volslagen belachelijk maken. Het volgende fragment is ook aardig. De Haagse praktijk van alle dag. Wanneer het ging om het Midden-Oosten vredesproces, wanneer het ging om, laten we zeggen, een verzoeken van de ambassadeurs van de buurlanden van Israël om de denkwijze van die landen onder het voetlicht te brengen bij de ambtelijke top op buitenlandse zaken, dan wel minister, was het bepaald niet zo dat men de volgende dag een afspraak kon maken. Integendeel. Het ging zelfs, naar mijn oordeel, zo ver dat om van het gezeur af te zijn van al die Arabische ambassadeurs die de hele tijd, of de hele tijd, zo werd dat dan ervaren, die dan graag met de minister wilde spreken of met hooggeplaatste ambtenaren wilde spreken, om van het gezeur af te zijn, dat de minister één keer per jaar een lunch organiseerde met de Arabische ambassadeurs, waarbij hij dan in één klap al die excellenties de hand schudde en een praatje hield, om vervolgens een jaar lang dus daarvan af te zijn. Nou heb ik een voorbeeld van een initiatief, ja, waar ik niet van wist, maar ik ben geen historicus. Nee. En wat ik wel buitengewoon vond. Daar komt ie. In Israël heeft lang het beeld geleefd dat Nederland heel erg goed was, een grote vriend van Israël. We hebben ook inderdaad in de Yom Kippur-oorlog, de Oktoberoorlog van 1973, hebben we Israël bijgestaan. Dat is een affaire die pas later aan het licht is gekomen. Henk Vredeling, de toenmalige minister van Defensie, die heeft wapenleveranties doorgelaten. En ik geloof zelfs, als ik me goed herinner, wapens uit het Nederlandse depot laten sturen. En zonder medeweten van de rest van de regering, Den Uyl, de toenmalige premier, die wist er niks van. We hebben nog meer van die rare banden. Sharon, Arik Sharon, die beroemd werd met zijn oversteek over het Suezkanaal in 1973. En die dus voor Israël eigenlijk die oorlog toen, die Oktoberoorlog, min of meer gered heeft. Die heeft die oversteek bij Dordrecht op de Waal geoefend met van die militaire vlotten. Dat is dan van kras. Dat is... De PvdA heeft ook van oudsher nauwe banden gehad met de Israëlische Arbeiderspartij. Leiders als Rabin en Peres en zo. Die waren geziene gasten hier. En over en weer waren er contacten. En dat is zelfs al ouder. Dat is zelfs al uit de tijd van Ben-Gurion dit. Dat is Nathan de Kras. Dat is voor mij ook nieuw. Hij zegt dus van ja, dat is laat naar boven gekomen. Ik bedoel, dat eerste van Vredeling met die wapens, dat wij daarmee steunen, dat kan trouwens ook wel een beetje een verschil zijn. Dus in dat opzicht tussen, wie heeft dat georganiseerd? Die overtocht bij Dordrecht. De overtocht over de Merwede bij Dordrecht. Het was heel symbolisch. Juist bij Dordt. Dat daar de Merweders Jordaan, ik bedoel, dat hadden 17e-eeuwse predikanten niet mooier kunnen verzinnen. Dordrecht werd gezien als de bakermat van Nederland als het christelijke Israël. Het is uitgerekend daar de overtocht over de Jordaan gaat oefenen. Dat is natuurlijk een hele leuke. Ja, daar is dat. Ik bedoel, als historicus vind ik dat natuurlijk toch wel vrij gevonden, moet ik zeggen. Maar dat is, neem ik aan, actie geweest van Defensie. Ja. En niet van buitenlandse zaken. En dan is natuurlijk, Defensie is wat altijd natuurlijk toch altijd minder formeel. Het is een mooie taak om het uit te zoeken. Ja. Het is iets voor andere tijden eigenlijk. Ja, het is iets voor andere tijden. Leuk thema. Dit als een filmopname zal van zijn. Ja. De bestorming van Dordrecht. Aangezien we nu toch midden in de geschiedenis zitten. Dit is de Israëlische historicus Ilan Pappe. In the early 19th century, people believed that if the Jews returned to Palestine, Jesus would come back, to put it simply. And wherever the Protestant churches were, especially the evangelical churches, were powerful enough, they influenced the governments to support the idea of the Jews going and colonizing Palestine. Of course, once the Jews themselves felt the urge to colonize Palestine, the Protestant support was very important. And the end result of this particular process is the Balfour Declaration, where religious people like the British Prime Minister of the First World War, Lloyd George, gave their full-heartedly support
for the idea of a Jewish state in Palestine. So that's the common ground. I think Europe, especially Western Europe, felt that the idea of a Jewish state is a kind of an atonement for the Holocaust. Not only in the case of Germans, but also in the case of other people who were complacent or collaborated or were not resistant enough during the Holocaust. And I think the most important kind of formula that worked and still works for Israel today is the fact that it was the Israeli Jewish state, in many ways, that allowed Germany to return to the group of civilized nations. Against this, this is where you need historians, because people forget it. The world was not ready to accept Germany again after what it did in 1945. And the way Germany was accepted was because the Zionist movement said, if you support, as Europeans, a Jewish state in Palestine, regardless of the price that the Palestinians have to pay, then we will sanction the idea of a new Germany, as Ben-Gurion told Adenauer in 1952, which was the beginning of the new relationship. So I think there is a strong connection between what happened in Europe, not especially to the Jews, in the Second World War, and the continued unreasonable, I would say, and irrational support by European political elites, and not so much publics, but political elites and economic elites to Israel. De dag in 1995 bracht haar majesteit een staatsbezoek aan Israël. De Palestijnen die hadden mij laten weten dat zij het toch erg op prijs zou stellen dat aangezien de koningin toch in een bezette deel, geannexeerde deel van Jeruzalem zou komen en daar een bezoek zou brengen aan de Al-Aqsa en de moskee en de rotskoepel, het toch buitengewoon gewaardeerd zou worden indien de meereizende Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken ook Palestijnse vertegenwoordigers in Oost-Jeruzalem zou kunnen ontmoeten. En daar heeft de heer Van Mierlo gevolg aan gegeven aan deze uitnodiging. Die ontmoeting vond plaats in mijn huis in Oost-Jeruzalem, want ik woonde in Oost-Jeruzalem. Deze Palestijnse vertegenwoordigers waren niet een onderdeel van de Palestijnse autoriteit, maar waren informele vertegenwoordigers van de Palestijnse bevolking van Oost-Jeruzalem, maar voor de Palestijnen van bijzonder symbolische betekenis, omdat daarmee zo een ontmoeting het signaal gaf dat ook Nederland onderkende, erkende dat er ook een Palestijns element in die stad en in de status van die stad aanwezig is. Daar is toen een enorme ophef over ontstaan in Nederland. Wat heeft dit te betekenen? Waar zijn die mensen mee bezig? Kunt u dat uitleggen? Kunt u dat verklaren? Kortom, er werd indruk gewekt via in de Kamer, via Kamervragen, dat wij met iets, met een soort clandestine activiteiten in Oost-Jeruzalem bezig zouden zijn. Dat vond ik vervelend. Ook Kamervragen bijvoorbeeld die heel persoonlijk gericht waren. De antwoorden van de minister waren zeer correct, want die heeft natuurlijk voor mij opgenomen, maar ik vond dat vervelend. Ik geloof dat dat Rauwvoet en Verhagen waren die deze vraag hebben gesteld, als ik me goed herinner. En dat was zo'n opgeklopt geheel in Nederland, dat ik en zo buiten alle proporties. En ook in relatie tot, laten we zeggen, andere buitenlandspolitieke kwesties, waar ook ter wereld, dat een Nederlands minister van Buitenlandse Zaken, zoals ze zeggen, goed recht is om, en het ook overeenkomstig het beleid was, ook het Europese beleid, om in Oost-Jeruzalem Palestijnen te ontmoeten die geen gezagsdragers waren, strikt genomen, dat daar zo'n ophef over ontstond, kan naar mijn mening alleen maar toe te schrijven zijn aan een zeer actieve en systematische lobby om dit nooit meer mogelijk te maken. Als afschrikking. En dat is ook gelukt, want daarna hebben er weinig meer van dit soort ontmoetingen plaatsgevonden. Zo niet, geen één. Nederland heeft in feite geen enkel benul van buitenlandse politiek. Dat voorbij Europa, dat natuurlijk ook zelf heel formalistisch functioneert, de wereld er anders uitziet. En dat je als je iets wil bereiken natuurlijk af en toe juist de formele dingen eens terzijde moet laten. Voor mijn part doe je het achter de schermen. Maar dat het essentieel is om die stappen te nemen
Ja, dat dringt dus niet door tot Den Haag. Want daar gaat het over. Hoeverre we het besef nog hebben dat de wereld groter is dan Israël. Dat gaat volgende fragment. Het regeerakkoord niet, zoals ze weten. We zien onze huidige minister van Buitenlandse Zaken. Ja. I will keep urging my colleagues in the EU, European Union, to also voice their objections to that trend. Wat is er voor conferentie? De Hetzlia-conferentie. We stand united in telling the world that delegitimation is not acceptable to us. The Dutch government. And in this sense, we are indeed your direct neighbors. We have a direct. Ik neem niet aan dat de gewilde Israëlische kijker, die dan plotseling die blik, die toch duidelijk op meneer Naftalio gericht is, even in de zaal, begrijpt wie dat is. En misschien was ondertiteld wie het was, dat kan natuurlijk zijn. Dus die zit daar ook als vaste gast. When you speak in Herzliya, you sort of overwhelmingly put yourself on the side of the Israelis. It's located in the only private university we have in Israel. It's not a public university, and it's been funded by American Jews and the government in an indirect way. And it's a kind of the meeting for, it's a podium for the Israeli political and military and economic elite to explain their strategy for the next year. The Dutch government doesn't cherish Israel bashing, and Israel bashing shouldn't be acceptable to anyone. I believe that we can express our concerns and criticism more effectively by engaging in closer relations with Israel than by keeping Israel at distance. In that sense, good relations, intense relations, are not just a matter of principle, they are also instrumental in moving contested issues forward. It's my opinion, and the opinion of the Dutch government, that isolating Israel, even some people are talking about cornering Israel, will not do to move the peace process forward. It's public relations, and you are. It's even as if you were taken to the heart of the hearts, you know, sort of to the shrine. You are in, and not everybody is invited. The Dutch government is strongly in favor of intensifying its relations with Israel, both bilaterally and within the framework of the European Union. The Netherlands are looking forward to reinforcing the EU's relations with Israel, not just politically, but also economically and in technology and research and development. Now, total support for the occupier, total support for the colonizer, only perpetuates the occupation and the colonization. In fact, what he did in Herzliya, I think history would judge that particular speech as contributing to the immunity that Israel has to continue its criminal policies in the occupied territories. Wat in Nederland natuurlijk elke keer onder tafel verdwijnt, is dat het niet gaat om een bezetting, maar om een beroving. Ik zeg het ook altijd zeer nadrukkelijk zo. Kijk, een bezetting is wat de Amerikanen deden in Duitsland in 1945. Waar natuurlijk deze Israëlse regering niet als eerste mee bezig is, is soms door puur wegkijken, soms door actief optreden, natuurlijk gewoon de etnische balans in dat gebied. En dat is gewoon wat meneer Milosevic, waarvoor die naar Den Haag moest, en meneer Karadzic daar zaten. Dat is, wat hij doet, is fundamenteel een strijd met internationaal recht. En Israël is het eerste westerse land sinds 1945 dat presteert. En daarmee dus ook nog eens in het Westen ongeschonden mee wegkomt. En dat maakt natuurlijk alle mooie verhalen die meneer Rosenthal op andere conferenties ongetwijfeld houdt, over mensenrechten en internationale normen en waarden in de ogen van de Arabieren en de rest van de wereld, van al die 120, 130 landen die hebben geapologiseerd straks voor Abbas, natuurlijk volslagen hypocriet en terecht hypocriet. Nederland heeft in 1945,
95, 96 een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd aan de drukkosten van Palestijnse schoolboeken. De Palestijnse autoriteit had geen geld. Andere donoren wilden geen geld geven. Nederland, wij hebben toen contacten gelegd met het Palestijnse ministerie van... Of zij kwamen bij ons, het Palestijnse ministerie van Onderwijs. Volgend jaar hebben alle Palestijnse schoolkinderen geen schoolboeken. Nederland, help ons, want anderen willen ons niet helpen. We hebben toen een bijdrage geleverd om ervoor te zorgen dat Palestijnse schoolkinderen naar school konden gaan. Daar kwam in feite op neer. Die schoolboeken die hebben aanleiding gegeven door een gigantische rel. Waarom? Omdat een onderzoeksinstituut in de bezette gebieden, in een Israëlische nederzetting, samen met een Amerikaans onderzoeksinstelling, die de inhoud van al die schoolboekjes minutieus heeft doorgenomen en ergens heeft ontdekt dat er wat lelijke dingen stonden over de Israëli's. En ergens hadden ontdekt dat er een kaart van Palestina stond zonder de groene lijn. Lees Palestina van 1948. Enorm ophef, enorme rel. Tot in de Verenigde Staten toe. Met het gevolg dat uiteindelijk wij wel in eerste instantie hebben geholpen aan de totstandkoming van die schoolboeken, maar dat het project is verwaterd. Een paar jaar later, tijdens de Tweede Intifada, nam het Israëlische leger Ramallah in en in het bijzonder ook het ministerie van Onderwijs. Het Israëlische leger heeft daar alle computers, harddisks, archieven van het Palestijnse ministerie van Onderwijs meegenomen. Achter de vrachtwagen gegooid en weggereden. Onderwijsinfrastructuur van de Westoever was daarmee weg. Dat kon, zonder dat daar verder een haan naar heeft gekraaid. In Israël is grote commotie ontstaan om een met Nederlands ontwikkelingsgeld gefinancierde website. Op de website met de smakelijke titel The Electronic Intifada wordt Israël stelselmatig beticht van apartheid en genocide. Met dank aan het ICO, de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingshulp. Die pompte namelijk 150.000 euro belastinggeld in de website. Ja, ik denk dat dat tegen het Nederlandse beleid is. Ja, niet op zich kritiek op Israël uiten, want dat moet natuurlijk best kunnen. Maar het gaat hier om het streven naar een één-staten-oplossing. Dus Israël weg. Radicaal is het. Ja, heel radicaal. En woorden gebruiken als het zionisme is een voortzetting van de Holocaust en dergelijke. Ja, dat kan echt niet. Kijk, zo'n website moet natuurlijk wel kunnen, het hoort bij de meningsvrijheid. Maar ICO, ja, dat krijgt Nederlands geld, de Nederlandse regering, Nederlandse belastingbetaler en ook van kerken. Ja, die moet dit soort ideeën niet steunen. Ja, de Joden zijn dus boos en minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, die begrijpt dat wel. Sterker nog, hij wil zo snel mogelijk om de tafel met het ICO. Ik moet zeggen dat daar een aantal zaken in voorkomen waarover ik wel eens met het ICO, dat in elk geval daarbij betrokken is, daar wil ik wel eens een hartig woordje mee spreken. Een verhaal van de ICO dat Electronic Intifada subsidieerde met iets van 40.000 of 50.000 euro per jaar, wat niet werkelijk een heel hoog bedrag is. Electronic Intifada is een krantje, een elektronische krant. Dat is niet een heel Israël-vriendelijke krant. Dat wil zeggen, ze zijn kritisch en pro-Palestijns en vinden dat Israël niet genoeg doet om het conflict op te lossen. En heeft een Israëlische waakhondorganisatie heeft dat aan het licht gebracht. En het Sidi is daar ook mee aan de slag gegaan. Met het gevolg dat Rosenthal, de minister, in die subsidies wil gaan snijden. En dat hangt dus als een soort van zwaard van Damocles boven het ICO. Ik heb me er erg over verbaasd, omdat deze minister voortdurend zegt dat hij voor internetvrijheid is, dat hij voor vrijheid van meningsuiting is. En voor zover ik weet is die website een platform voor discussie. En bij elk platform, elke webportal waar discussie is, zullen meningen verkondigd worden waar je het niet mee eens bent. Maar wat hij heeft gedaan, en juist aan de vooravond van die Arabische lente,
Ja, daar zag je toch wel dat hij niet helemaal goed ingetuned was op dat moment. Wij hebben dus, dat gesprek met hem gehad. Toen werd ook duidelijk wat precies, zijn argumentatie was. En wij hebben toen gemeend ook dat dat geen reden was om ons beleid ten aanzien van de ondersteuning van deze organisatie te veranderen. Wij werken al 45 jaar met de overheid samen. En eigenlijk kennen we in Nederland een traditie waarbij er binnen bepaalde spelregels, zoals bijvoorbeeld wij steunen nooit geweld, maar binnen bepaalde spelregels hebben maatschappelijke organisaties een zekere mate van vrijheid om op basis van die uitgangspunten, internationale mensenrechten, et cetera, organisaties te kunnen steunen. En dat betekent dus dat die subsidiestroom niet rechtstreeks gekoppeld is aan het regeringsbeleid van dat moment. Kijk, dat Rosenthal zegt, ik wil het gesprek met ICO, lijkt me uiterst leerzaam. Daar kan hij iets van opsteken. Dat de wereld iets groter is dan zijn eigen huisspan. De wereld is groter dan jij denkt. En er is een heel andere visie op mogelijk, op die kwestie. En sterker nog, die visie wordt door een grote meerderheid van de wereld gedeeld. En als de minister niet in staat is, en daar is hij duidelijk mentaal niet toe in staat, om door de bril van de meerderheid van die wereld te kijken, dan krijg jij straks als minister een groot probleem, want dan kom je op een gegeven moment achter dat je alleen staat. Ik vond toen hij zo fel inging op ICO, dat was toen de Tunesische revolutie al begonnen was. En ik heb me toen ook echt afgevraagd, wil deze man eigenlijk wel een Arabische lente? Is hij wel open voor andere geluiden? Ook als die niet in het straatje van onze belangen passen. En wat hij eigenlijk deed, ik vond het toch een vorm van censuur. Blijkbaar was hij geattendeerd op deze website. En blijkbaar... Geattendeerd? Ik heb begrepen dat er een club is die NGO Monitor heet in Israël, die goed in de gaten houdt wat er op allerlei websites staat. En dat die heel effectief zijn om mensen wakker te schudden en het in een bepaald daglicht te zetten. En je moet je afvragen of je daarna wil luisteren. Wil je nou als Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken oekases krijgen uit andere landen, vanuit andere NGO's? Of wil je heel goed in gesprek blijven met je eigen NGO's die al decennia lang hele goede contacten daar hebben? Ja. Dit is een beetje hoe de bril werkt. Ja, ja. Hoe de bril ons wordt aangereikt, zeg maar. Daar gaat dit over. Die herinnering bij mij doet bovenkomen is, om een voorbeeld te noemen, er is in Amerika een heel belangrijk onderzoeksinstituut, noemt zichzelf een onderzoeksinstituut, dat de Midden-Oosterse media onderzoekt en daarvan verslagen maakt. Met name wat betreft de standpunten die in de Arabische media worden geëtaleerd over Israël, of over het Westen, over de islam, memory. Opgericht door een ex-officier van de Israëlische inlichtingendienst. Deze club die heeft jarenlang niets anders gedaan dan de hele Arabische media te scannen op de meest uitzonderlijk anti-Israëlische, anti-Westerse, achterlijke soort items die men kon verzinnen en verspreidde dat vervolgens over de hele wereld. Maar die mails van Memory merkten wij bij de afdeling op het ministerie die zich bezighield met het Midden-Oosten, werden met grote regelmaat dus verzonden en ontvangen door zeer hooggeplaatste ambtenaren op het ministerie die zich verder met het Midden-Oosten niet bezighielden. Die werden met name naar hen gestuurd. Dus niet naar degene die zich bezighielden met het Midden-Oosten. Daarvan dacht Memory waarschijnlijk al van dat heeft toch geen zin, want die weten wel beter. Maar het werd gestuurd naar hooggeplaatste ambtenaren, dus directeur-generaal en daarboven, en hun onmiddellijke omgeving, die zich niet met het Midden-Oosten bezighielden. Die kregen dat, die lazen dat. Wat voor conclusies er aan verbonden, weet ik niet. Maar dat waren meestal, want wij kregen ze vervolgens teruggestuurd door deze hooggeplaatste ambtenaren. Zeggen, weten jullie dit wel? En hoe kan dit, dat dit soort dingen worden gezegd en geschreven in de Arabische media enzovoort? Kwam het weer
bij ons terecht en moesten wij weer gaan uitleggen waarom dat toch niet helemaal klopte en dat het beeld een beetje moet worden bijgesteld en dat dat niet representatief is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ja, dan, dat is een hele effectieve manier van lobbyen. En ook een minister kreeg ze ook, de particuliere secretaris van de minister kreeg ze ook. Memory. Dan kregen ze terug, maar de minister heeft het gezien. Wat is hier nou weer aan de hand? Hoe kan dit? Moesten we uitleggen, ja, niet helemaal. Het is een beetje een selectieve quote vanwege dit en dat en dat. Nu wil ik niet al te veel waarde of gewicht toekennen aan memory. Ik vind het mechanisme interessant. Het mechanisme is interessant. Ja. Ja, zo werkt dat. Ik denk dat ook Nederland op zulke momenten zo opereert. Je probeert natuurlijk die mensen te beïnvloeden waarvan je denkt dat heeft zin. Maar het zegt natuurlijk wel vrij veel ook over het Nederlands functioneren. Dat er dus allerlei, dat men niet in eerste instantie af wil gaan op de eigen afdeling. Het is specialist, want dat past niet in het eigen wereldbeeld. Hè. Dus dat past dus ook bij het verhaal dat hij eerder hield. Over ja, men vindt ons zeurpieten. Want het past niet bij een beleid dat toch heel sterk door de eigen percepties van de wereld wordt bepaald. Bij politici natuurlijk vaak ook helemaal geen, nou ja, Rosenthal is natuurlijk ook een exponent van, maar hij is natuurlijk niet helemaal de enige. Natuurlijk vaak geen kaas hebben gegeten van de wereld buiten Nederland. Daar met hun eigen bril kijken. En dat is dan heel moeilijk om dat kennelijk aan te passen aan de werkelijkheid. Maar het gebrek om te luisteren aan je eigen specialisten, wij weten het beter. Dat zie je op allerlei vlakken in de politiek alleen. Buitenlandse politiek heeft dat kan wat rampzalige gevolgen hebben dan waar het natuurlijk gaat om de landbouw of zo. En dan hebben we in Nederland natuurlijk ook altijd nog het CIDI. Ik heb de oprichter van het CIDI gekend. Bob Levison heette die. Hij was eigenlijk drukker aanvankelijk. Had een drukkerij. Ik ben ervan overtuigd dat hij eigenlijk gewoon geschrokken was en dacht van, ja, hoe kan dat nou? Dat is gewoon, zoals ik zei, dat is een mooi land en dat deugt allemaal. En Joden hebben recht op zo'n staat. En hoe komt het nou dat we ineens zo in de verdrukking zijn? En dat hij oprecht meende dat als we er maar flink tegenaan gingen met vertellen hoe het echt zat, dat het dan wel weer goed kwam. Maar in de loop van de jaren is daar toch wel een omslag in gekomen. Het is anders geworden. Het is niet meer de goedgelovigheid van de jaren 70 en 80. Van het, hoe kan het nou zo dat dat prachtige land het zo moeilijk heeft? Er zijn intussen wel andere dingen aan het licht gekomen. En er is in Israël een enorme ruk naar rechts gemaakt ook. Dus alle verhoudingen zijn veranderd. Er is bijvoorbeeld op een gegeven moment, dat heeft mij altijd heel erg verwonderd, zat er ineens die Kortenoeven, die nu Kamerlid is voor de clubje van Wilders. Die zat er ineens te werken. En dat was al iets eerder dan 2000, dat was in 1998 geloof ik. En die kwam van de kant van Christenen voor Israël. Voorzitter, ik ben ook betrokkenen bij al die zaken. Mijn jeugdvriendje Rolf Kloppenburg, waar ik mee ben opgegroeid, hij was gereformeerd en ik Nederlands hervormd, werd doodgeschoten door Hamas-terroristen in 1996, omdat hij een Jood was geworden. Waar werd hij doodgeschoten? In Tel Aviv of het westelijke Jordaan-oever? Nou, dat is een hele essentiële vraag. Ik bedoel, was het dus iemand die zich vestigde in het wettige deel van Israël of was het een struikrover? En dan zeg ik, dan moet je niet zeuren. Ik heb het wel eens vaker gezegd, dan moet je niet zeuren. Als jij je medeplichtig maakt aan landroof, en we hebben natuurlijk regelmatig beelden te zien gekregen hoe kolonisten daar te werk gaan, op terroristische wijze, en mensen die daar dus al generaties wonen van hun land verdrijven, als jij daar hebt medeplichtig gemaakt, ja, dan loop je een zeker risico. Komt dan niet bij jou aan dat je toevallig een kogel in je kop hebt gehad. En die man die zit nu in de Tweede Kamer en die roept daar de Palestijnse staat Israël, die Jordaan. Even resumeren. Ja? Kortenhoeven was medewerker van het CIDI? Kortenhoeven was medewerker van het CIDI. Vanaf 1998, als ik me niet vergis. En is nu? En is nu Kamerlid PVV. En ik denk dat ook moet worden gewaarschuwd voor groepen als groeperingen als Christenen voor Israël. Dit is een levensgevaarlijk zootje, als je het mij vraagt. Ik bedoel, als je kijkt naar de ideologie daarachter,
Dat is heel erg griezelig. Dat is niet zomaar een beetje Israël-vriendelijk. Nee, die zijn volop voor het koloniseren van de Westoever. Al die Arabieren eruit gegooid, die hebben daar niks te maken. Want het is de vervulling van Gods belofte. En als er dan de grote kladderadatsch komt, is dat alleen maar goed. Want dat betekent dat de Messias weer terugkeert of zoiets. Hij heeft nog wel een treurig voorbeeld van waar dit allemaal toe leidt. Er is een verhaal dat al jarenlang werd de Kristallnachtherdenking in november werd gedaan door Nederland Bekend Kleur. Dat is altijd, dat was succesvol. Daar hebben Amsterdamse burgemeesters en andere belangrijke mensen gepraat. Dit jaar hebben ze, of het afgelopen jaar moet ik zeggen, het was het laatste november natuurlijk, hebben ze de stunt uitgehaald om een ruime week voordat die herdenking was bekend te maken dat ze er fel op tegen waren dat dat altijd maar werd gedaan door die linkse mensen van het Nederland Bekend Kleur. Maar wie heeft dat geroepen? Dat komt vanuit het Sidi. Of het Sidi, want dat zei hij niet, zei ze. Ja. In zo'n oproep volstaat om te zorgen dat de burgemeester van Amsterdam niet komt, dat een achterneefje van mij die ik gevraagd heb om het te doen ook wegblijft. En dat de mevrouw die daar een stukje muziek zou spelen, dat die belt en zegt, ik doe het toch maar niet. Maar het was natuurlijk ontzettende smerige rotstreek die ze hebben uitgehaald. En het was het einde van een multiculturele herdenking van de Kristallnacht die er in Amsterdam jaren bestaan heeft. Dat is nu over. Dat, als zij het gaan doen, dan komen die Iraniërs en die Turken en die Marokkanen, die komen waarschijnlijk niet meer. En dat is dus echt een omslag in de manier waarop die lobby, waarop de Sidi werkt. Ik denk vooral dat het oliedom is. Dat is mijn eerste reactie, van het Sidi zelf. Als je dus zo'n bijeenkomst, waar je dus te maken hebt, hè, dus mensen weet te trekken die op zich dus zeer kritisch zijn van Israël. Mm-hmm. Maar wel bereid zijn om wat een van de trauma's is, begrijp ik, trauma is van de Joden, om daar mee te doen bij die herdenking. Als je dus zegt, ja, wij willen jullie niet, ja, dan wordt dus het Sidi wordt een verlengstuk van de PVV, begrijp ik hieruit. Dat is een tweede risico dat je loopt. Ik bedoel, ze hebben, kijk, je kunt, uiteindelijk zal Israël ook op een of andere manier natuurlijk ook wel links-Nederland nodig hebben. Dus wees blij als hier nog iets is waarmee je een relatie, een contact legt. Dat zou je denken misschien, maar intussen kan je in dit fragment zien dat het echt de andere kant op gaat. Nou, 2 of 3 jaar geleden is meneer Lieberman op bezoek gekomen. En Nederland was een van de weinige landen die deze meneer Lieberman wilde ontvangen. Dat is een vrij rechtsextremistisch meneer die denkt dat de Palestijnen allemaal maar moeten vertrekken. Inclusief de mensen die in Israël zelf wonen. Wat levert het Israël op? Dat lijkt mij een veel betere vraag. En ik denk dat Israël er enorme baat bij heeft om echt een super loyale partner te hebben in alle multilaterale fora. Bij de Mensenrechtenraad, de Verenigde Naties, zelfs in Brussel kunnen ze altijd erop rekenen dat als er iets gebeurt, als er kritiek komt op Israël, als er rapporten geschreven moeten worden over invallen in Gaza, dan zal Nederland altijd voor Israël gaan staan. Het enige belang in het hele verhaal van Nederland is dat wij in die Europese Unie zitten en dat daar buitenlands beleid beslissingen worden genomen met unanimiteit. En als Nederland dwars ligt, dan betekent dat sommige dingen gewoon niet doorgaan. Ja, 2 opmerkingen. Kijk, dat Verhagen op zich Lieberman ontvangt, vind ik niet fout. Je moet ook met de duivel spreken in de internationale politiek. Maar je moet wel zien dat de duivel is. Dat is ook een en ander probleem. En dat is dus het tweede wat zij op zich terecht opmerkt. Nederland gaat natuurlijk voortdurend voor Israël staan, dat is waar. En zij zegt dat is voor Israël makkelijk. Dat bestrijd ik. Het helpt Israël niet, het maakt Israël blind. Volkomen blinde loyaliteit maakt blind. We always talk about the peace process. Is slowing down or yeah. This is yeah. A kind of framing. Or... Yes, it's framing, and I blame the part of it has to be blame of the Israeli liberals or liberal Zionists, whose gurus are quite famous, you know, like Amos Oz, A.B. Yehoshua, Shimon Peres, take your pick, who won Nobel Prizes and Peace Prizes,
because they present the nice face of Israel. They present the lie that there is a real debate in Israel between peace lovers and war lovers. And Europe bought it. So they bought the fact not only that there is a peace process, but there's a genuine debate in Israel about peace. There isn't. There isn't. Never was. There never was. The only debate you had in Israel is how far should we go with our racism towards the Palestinians? Should we have a gated community on a small part of Palestine and really let the Palestinians have a little bit of Palestine and do whatever they want there, provided we can control it and make sure, you know, like an open prison? That's the left. Or you have the right wing who says, no, we cannot trust the Palestinians even to live next door in a small Bantustan, and we have to control the whole area and maybe one day even get rid of them as we did in 1948. That's not a debate about peace. That's a debate about how best to maintain Israel. And they say it openly. The funny thing is how Europeans don't listen. Shimon Peres just recently said Israel would be suicidal if it will not remain purely Jewish. So for remaining purely Jewish, we'll give up a large part of the West Bank. This is the most racist remark of the 21st century. And yet he will receive another Nobel Prize for this remark. That's why the fight is so frustrating. Mm-hmm. When people use this discourse, I always tell them, would you kindly, instead of Arabs, put the word Jews in everything you say and tell me if anywhere in the world this is acceptable? But nobody's doing this exercise. Het komt steeds terug naar dezelfde vraag. Welk belang dient dit kabinet met die intensivering van de relatie van Israël? Als het een emotioneel belang is van vriendschap en solidariteit met een klein landje in dat Midden-Oosten, zeg dat dan. Want de cijfers zeggen iets anders. En als je goed een analyse maakt van wat er de komende decennia gaat gebeuren in de Arabische wereld. Een heel groot deel van onze energiereserve ligt in dat Arabisch Schiereiland. En dan moet je op een gegeven moment gaan nadenken welke belangen daarmee gediend worden. Als je zegt, wij steunen die erkenning van die Palestijnse staat nu niet. Dat kan. Daar heb je als regering absoluut recht op. Maar dan wil ik als burger weten, welk belang wordt daarmee gediend? Wat betekent dat economisch? En ook een eerlijk verhaal. En ik merk gewoon dat dat heel snel weggepoetst wordt. En dat verbaast me. Want in alle andere verhalen gaat het over eigen belang, economische diplomatie, de koopman. Alleen als het over Israël gaat, dan blijken er ook andere belangen mee te spelen. En dan vind ik dat dat gewoon eerlijk verteld moet worden. Maar als Nederland trouwens echt een vriend wil zijn van Israël, dan moet het land harde waarheid zeggen. Omdat het anders gewoon voor Israël zelf te laat is. En dat doet dus Nederland niet. Dus je hebt dus niets aan zo'n vriend die bij dingen waar je dus objectief gewoon van buiten kijkend elke machtsbewoner zal het met mij eens zijn. Het niet hebt dus met onze trauma's. Die die machtsverschuivingen ziet, die zal zeggen wat Nederland is de slechts denkbare bondgenoot op het ogenblik in feite van Israël. Want het kijkt bij alles wat Israël doet weg. En versterkt dus Israël in het waandenkbeeld dat ze op de juiste weg zijn. Terwijl als ze zo doorgaan, ze eindigen als een volstrekte paria. Dus het helpt Israël niet omdat op een gegeven moment onvermijdelijk die zaak gaat kantelen. En dan zit niet zozeer Nederland, maar vooral Israël met de brokken. Als gevolg daarvan. Want dan staat Israël alleen. Kijk, Nederland weet dan wel zich weer te redden. Nederland zal ook wel een beetje schade van ondervinden. Maar veel minder dan Israël zelf. Want het gaat dan om de existentie van Israël, niet van Nederland. In het licht van de huidige ontwikkelingen in die regio met de Arabische revoluties, of de Arabische lente en alle revoluties die plaatsvinden. Hoe verstandig is het dan eigenlijk nog dat Nederland die koers blijft varen, dat het altijd door dik en dun achter Israël blijft staan? Mag ik even nadenken? Ja, dat is goed. Volgende week in Tegenlicht.
Een keihard mediagevecht in Egypte tegen de achtergrond van historische verkiezingen. De strijd tussen tv-zenders Al Jazeera en Al Arabiya om de hearts and minds van de Arabische kijker. Met onverwachte gevolgen.